Simon is een pompoen aan het uitsnijden. Dat gaat eigenlijk vrij vlot, hè, Simon? Mm-hmm, ja. Als hij niet te veel gestoord wordt, zeg. Ja. Want nee, dit is een vrij simpele pompoen, dat gaat wel redelijk vlot. Ja. Daar had ik wel veel langer werken aan. Ja, want soms zijn het echt wel gezichten die je maakt. En, dan, en door het licht krijgt dat gezicht schaduwen en dan wordt het, dan wordt het wel heel iets anders, hè. Hoeveel heb je er zo eigenlijk al gemaakt in je leven, weet je dat? Oh, ik weet niet. Ik ben er al 4 jaar aan het doen en elk jaar zo'n stuk of 11, 12. En verkoop jij die dan? Dus, Soms in de winkel vraagt wel iemand om dat te kopen, maar ik denk zo 2 of 3 stuks per jaar dat ik dan verkoop. Ja, en dat is een leuke zakcent dan? Ja, dat is wel, ja. En maakt het uit welke pompoen dat je gebruikt? Ja, je moet echt zo een schone vlakke pompoen hebben. En het moet ook dit soort zijn, dat is een Jago lantaarn. Zeg dat nog eens. Een Jago. Een Jago. Ja. Dus als je naar de winkel gaat en je zegt ik wil een pompoen kopen, dan moet je zeggen ik wil een Jago pompoen. Ja, meestal ja, wel ja, voor dit soort pompoenen. Maar dan moet je hem echt ook even zien, want hij moet echt redelijk vlak zijn, anders past die tekening daar niet op en dan plooit dat helemaal. Je moet eigenlijk al wel een beetje in je hoofd hebben wat je wil. Ja. Ja. En je moet ook eerst een tekening hebben voordat je een pompoen kiest. Hè, want niet onbelangrijk dat je weet dat de tekening past natuurlijk. Ja. En hoe lang blijft zo'n pompoen dan goed? Goh, dat verschilt wel van pompoen tot pompoen. Sommige pompoenen die blijven zo een 4, 5 dagen goed. Sommige 2 dagen, sommige 10 dagen. En zijn er trucjes om ze op een goede manier te bewaren? In Amerika zetten ze dat in een grote bokaal ijswater. Ja. En als mijn tekeningen een beetje, hoe moet ik het zeggen, wat slecht worden of zo, de pompoen wordt slecht, dan zet ik ze ook in een bokaal met water en dan blijft dat beter. Ja, okay. Dan blijft dat veel langer goed. Ja.